Ja, het is hartstikke gezellig hier in Pijnakker. Het zonnetje schijnt en hoor eens even lekkere, gezellige tropische klanken op de achtergrond van Los del Sol. En ik zie een surfsimulator. Zou ik misschien, ik durf bijna niet te vragen, maar zou ik even een rondje mogen proberen? Willen surfen? Nou ja, willen surfen, ja. Je bent van harte uitgenodigd. Ik wil wel weten hoe lang je erop blijft staan. Nou, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Ga ik deze even aan jou geven? Helemaal, ja. En ga ik erop. Het is wel lang geleden dat ik gesurfd heb, hoor. Maar oké, ik ben er klaar voor. Ja, hoor, kom maar. Ja, ja, ik weet het, ik weet het. Ik heb het jarenlang gedaan. Hey! Hallo! Nou ja, dit gaat nog aardig. Ja, ze gaat me natuurlijk zo meteen laten vallen, dat snap je ook wel. Nou, staat best nog wel vrij stevig, toch? Nou, ik ga even kijken hoe lang ik erop gebleven ben. Oh, kijk, dat staat hier. Kijk, hier kunnen we het zien. Beetje lastig met de zon. Nou, bij 51 seconden, denk ik, hè, die bovenste. Ja, ja. Heel nou, goed. Bijna een minuut. Maar ja, ik kon ook niet langer blijven, want we moeten natuurlijk gewoon door met pinnen. Ja, en als ik kijk, dan is het lunchtijd hier in Pijnakker. En ze hebben ook een geweldig kwalitaria zitten. Het ruikt lekker. Kunnen jullie niet ruiken, maar ik wel. Hallo, goedemiddag dames. Sorry dat ik stoor in een heel goed gesprek. Mag ik er heel even bij komen zitten? Ja hoor. Nou, dat vind ik hartstikke fijn. Ik ben van het winkelcentrum en we zijn vandaag op pad. Als je allemaal, er hangen allemaal posters met mijn hoofd erop. Heeft u het gezien? Ja. Dan weet u dat ik vandaag een pinpas meegenomen heb. Ja? Ja. En jullie hebben lekker zitten lunchen. Heerlijk. Was het? Ja, was lekker? Ja, was echt lekker. Dus Qualitaria doet zijn naam eer aan? Ja. Iedere week. Het is echt kwaliteit. Iedere week zitten we hier. En een lekker wijntje erbij? Ja. Nou, ik vind, als je jezelf niet kietelt, wie doet het dan, toch? Niemand. Maar het leuke is, jullie hoeven deze week niet te betalen. Oh, meen je dat? Ja, dat meen ik, want kijk. Ik heb namelijk de pinpas meegenomen van alle ondernemers. En ik ga gewoon jullie lunch afrekenen. Oh, zo, geweldig. Heel erg bedankt. Hey, hou je geld over om vanavond ook nog een wijntje te nemen? Dankjewel. Je mag blijven. Mag ik blijven? We kunnen toch straks zo weglopen, neem ik aan. U kunt zo straks weglopen. Ik kom het bonnetje zo laten zien. Oké. Ja. Het enige, we hebben een heel leuk filmpje gemaakt voor het winkelcentrum. Ja. Om te laten zien dat hier zo'n leuke kwalitaria zit. Ja, dat is waar. Ja. En dit was een lumpia speciaal, denk ik. Lumpia speciaal. U ook? En wat heeft u gegeten? Saté met een frietje. Heerlijk. En wat fris erbij. Ja. En kipsaté. Er was wel veel friet zo te zien. Ja, meer als genoeg. Ja, veel hier. Maar het was wel lekker. Nou, hartstikke goed. Nou, ik ga even naar de kassa. Ik kom zo terug. En jullie zijn vriendinnen van elkaar? Bejaarde soos. Nee, we drinken als iedere week koffie bij het Swop. Ja. En zo is dat ontstaan. En hoe laat zijn jullie er altijd? 12 uur. 12 uur. Oké, dus als ik een keer op zaterdag een gezellige middag wil hebben, dan moet ik om 12 uur in Pijnakker zijn. Nou, ik ga even afrekenen. Is dat goed? Ja? Oké, ik kom het zo laten zien dat het geen grapje is. Ja, top. Nou, we gaan naar de kassa toe. Wat een gezellige bende zeg, hier in Pijnakker. Goh, wat zou de leeftijd bij elkaar zijn? Ga ik dadelijk toch nog even vragen. Maar we gaan eerst even afrekenen. Ik wil voor die vier dames afrekenen als dat mag. Ja, is goed. Heel nieuwsgierig wat nou het totaalbedrag wordt. Ik moet even vier keer, normaal rekenen ze apart af. Maar vandaag doen we gewoon lekker alles bij elkaar. 45, 25 alsjeblieft. Ja. Nou, daar gaan we. En ik ben akkoord. Daar wil ik alleen het bonnetje mee. Ik ga het ook even laten zien aan hun dat het echt zo is. Hey, dankjewel. Dankjewel. Nou, we gaan het nog even bewijzen. Dat had ik beloofd. Nou, hier ben ik hoor. Ja, kijk, met het bonnetje. Ik heb voor jullie afgerekend €45,25. Kijk eens zo. Ja, nou, dat verdient wel een applaus. Ik hoor nog meer applaus achter me. Dan had ik nog, ik stond bij de kassa, dus stond ik me af te vragen. U zei, er was altijd iemand bij van 101. Ja. Ik zeg, wat zou dit bij elkaar opgeteld voor leeftijd zijn wat aan die tafel zit? Wat hier zit? Ja. Ik ben 71.
ben 84, dus 185. U kunt goed rekenen. 240. En ik ben 80. 320. 320 jaar. Nee, meer hebben we niet. Nou, doen we mij er ook nog bij, zitten we bijna aan de 300. Nee, grapje. Nee. Dat kan niet. Oké, nou, hele fijne... Ja, met z'n tweeën. Dat vind ik een goeie, ja. Heel graag gedaan en een hele fijne middag, hè? Oké. Tot ziens. Dag. Nou, wat een gezellige boel.